Hallo en welkom bij de unboxing van Cities. Cities kan je spelen van 2 tot 4 personen, duurt ongeveer een drietal kwartier en kun je spelen vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat komen we tegen in onze city, in onze stad? Dat zijn natuurlijk huizen. We hebben huizen in verschillende kleuren, een geel-bruin, blauw, rood-bruin en groen. Ik zal de groene even uit het zakje doen. Ziezo. Ik zie geen verschil in de verschillende huisjes. We merken wel op, zoals je kan zien, dat we ze vrij gemakkelijk kunnen stapelen. Dan zien we hier een scheidingskarton. Ziezo. En dan hebben we hier het regelboek. Het is een kort regelboek, 4 pagina's. Voorbereiding binnen van een ronde, spelverloop, enkele rijen blijkbaar, prestatie, borden, einde van de ronde en einde van het spel. Dan hebben we hier een vrij grote stoffen zak. Hebben we hier enkele houten componenten, enkele kaartjes, van de eerste houten componenten. Eerst even beter bekijken. En een silica zakje. Dus deze komen voor in de 4 kleuren. Dit is een ster die ik niet kan volledig rechtzetten. Zoals je ziet is het geen regelmatige ruimtelichaam. Dus 4 cilinders van donut vormen eigenlijk. En dan hebben we hier de meeples, ook in de verschillende kleuren, zoals je kan zien. Ik zie geen verschil tussen de meeples. Dus ziezo. Dan hebben we hier kleine kaartjes, American minis of iets dergelijks. Ook vrij dun deze kaartjes. Dus wolkenkrabbers, kantoortorens zien we hier staan, ook in de verschillende kleuren. Hoe een bepaald grid moet zijn. En hier hebben we een overzichtje van verfraaiingstegels. En dit zijn dan ook de player aids, waarschijnlijk de puntentelling. Toch nog even naar de achterzijde van deze kaarten kijken. Die zijn allemaal hetzelfde. Dus dat zal vermoedelijk een trekstapel worden. Ziezo. Dan hebben we dikke kartonnen. Punchboards, het zijn punchboards. Dus allemaal in grote vierkanten. Dus ze punchen ook zeer gemakkelijk, zoals je wel weet. Hoe groter het punchen voorwerp, hoe gemakkelijker het eigenlijk gaat. Dus punchboards. Dan hebben we hier nog punchboards, dus grotere T's, maar ook kleinere vierkanten. Zo. Enkele silica zakjes. Dus ik heb er zo ook 4. 4 voor het aantal spelers waarschijnlijk. Eens kijken naar de achterzijde. Dus voorzijde Sydney, achterzijde Mexico City. Dus dubbelzijdig en niet hetzelfde langs beide kanten. Tegenover de vierkantjes, dat zijn de sterren aan de achterzijde. En dan even kijken naar dit. En dat is het speelbord. Ziezo. Ik zal dat rechtleggen. En we zien hier dan een spoor ontstaan. Hier moet vermoedelijk zo een van de steden komen. En hier komen dan in verschillende kleurtjes waarschijnlijk onze city die we gaan bouwen. Ziezo, dit was onze unboxing van het spelletje Cities. Bedankt om te kijken.